bellen. Zo. Geluid hem maar u. Oh, goeiedag hem. Goeiedag hem. Oh, waar is hem? Waar? Hier ga je iets niet goed. Wat is er? Hé, man. Oh, wat dus? Wat is er nou van deur? Ik ben er zo weer. Nah. Ja. Moet ik het toch weer allemaal alleen doen? Oh, nee, goeiedag. Ik had maat. Oh, du hast hem even geschoren? Ja. Goed bezig. Ja. Even met de kar wikken? Ja. Doe de petters af nou. Ik was hier verrein. Ja, tuurlijk wel. Ja. Moet de petter nou? Nee. Ja, doe de petter. Nee. Ik wil ook even zien hoe het nou allemaal is. Oh, Willem de Schiffer. Mooi hem, daar is de man de mietent der legend. Ja, zo. Ja, precies, hè? Wat zei dat? The man, the myth, the legend. Oh, yeah. Ja. Oh. Ah. Nou. Oh, hey. Toen lieve. Ja. Is die helemaal niet schoon? Nee. Hey. Hoe is er dit onder die pet kregen allemaal, joh? Ja, alle maakte. Nee, hij de scheiding maar in de midden. Kijk, ja? Hoe heeft dat ook? Alleen doe heeft hem wat breder. Oh, niet leuk. Nee, is niet leuk. Maar ik had vanavond naar mijn SSD'tje. Ja? Ja. Vertel. Schiet een keer een douchen. Oh ja. Ik doe altijd SSS, schiet een keer een verschoon. Oh ja, dat ken ook. Ja. Goedenavond allemaal. AJVM 5874, is dat niet wachtwoord? Dat zijn we net ook al. Martin, Max en Real Farming. Een hele goede avond. Goeiedag. Ja, ik heb nieuwe emojis in de chat. Gaas, ken je ervan maken? Je kent Asag, Saga en Max. Ons hondje. Max zit ook in voor de subs. Kunnen Max aanklikken. Hartstikke leuk. Co en Speaker ben er vanop. Niet bij Speaker was kapot. Ja. En Co, die had het druk, denk ik. Die had ook op zijn deur de week lastig om met te kunnen doen. Nog even niks. Komt allemaal hout. Is van het weekend er wel weer bij. Hier, nou, Speaker zegt goeiedag. Hem toppen. Het is ook wel even lekkerder. Even bang gang. En even van je hem genieten. Nou, kijk. No. Hij heeft er wel. Jawel. Mark. Goeiedag, Mark. Hartstikke goed, man. En de eerste chat van Jim van Mil zegt goedenavond, Eemhuskes en Eemhuskesennekes. Echt wel. Dus Jelle, jongen, gewoon maar hem lekker achteroverleunen. En geniet van de beelden. En vooral van de audio, denk ik. Ik heb nog geen melding van Strava zien, volgens mij, maar... Nee. Hij is zo'n wandel met Strava, toch? Ja, is ook zo. En bedoemd dus... Hartstikke goed. Hoe Mie gaat het hier? Ja, net begonnen. Super net. Ja, TBR zegt een krom geslagen speaker. Dus dat is winterputje en speakers er echt uit. Oh, zonder Strava, alleen nog met Lucky vanop. Ja, maar ik noem die hond ook Strava, want ik dacht altijd dat het zijn hond was. Oh. Maar als ik zeg, hey Strava, kom en lekker eens een koekje, dan lust het er echt wel naar Strava. Zo is het. Emers en de Mars zijn de beste, maken een mooie stream van zijn appers. Kijk. Wiebe, goed bezig. Oh, helper even ook kloor, maar wat met eigenlijk? Oh, dat is mooi. Kulieden. Oh, nou. Wat gaan we doen, 06? Geen idee. Echt niet. Veld 71 of zo door, is al half, of die is nou klaar met Kulien. Dan hebben we gisteren aanzet. Ja. Oh, achterdij. Van Reden. Ja, ook achterdij. Bedoel ik, achter mij. Hoe zie ik dat? Hé, hey, nou niet meer. Ik wel. Ik pak hem! Pak hem net! Ja? Ja, ik heb hem. Kom hier, doe. Kom hem. Eddie, wat op de nek is, zeg dat. Hij wel. Oh ja, jong. Nou, the ghost of the reindeers. Hoezo deur geen beton? Well, I killed.
En hij is al als patatjes uit het hek om. Ja. Al mooi, vierkant. Vader, ja. Vader, mijn vader is. Allemaal van die vierkantjes. Ja. Maar daar kunnen zij misschien ook verder dan eventueel op helpen. Ja, wat ik ook, van, wat ik ook nog dacht. Even, ja. Oh, hier weer een. Oh. MJ, dankjewel voor de 25. Goed bezig. Super. We gaan even naar de bakker toe. Wij hadden de eerste broodjes gebakken, 06. Ja. Dat was gisteren inderdaad op de YouTube-stream. Ja, jong, we zijn altijd live, jong. Sorry. Maar dat is het niet juist. De broodjes zijn in volle maak. Hartstikke goed. Ja. Deze krat moet nog helemaal andersom. Oh ja. Maar wij kennen nog wel... Want wij hebben ook nog sorghum in silo. Ja. Dat kan eventueel ook naar de meelboer. Ah, jongen, wist u wel hoeveel van die dingen er weg kan? Ja, hij is hier al 26.000. Oh, verschrikkelijk. maar we kunnen inderdaad, hoe ver is de bakker met het brood? Want ik wil dat brood natuurlijk wel eens even wat meer zien groeien. Ik wil wel zien dat we taart krijgen, maar dat zou wel tegenvallen, denk ik. Ja, de taart. Dan moet er denk ik ook eikers in. Ja, en boter. Dan moet we pieken hem. Ja, de pieken hebben. Ja, is ook zo. Of hebben we dat nog niet? Hebben we dat nog niet? Dan gaan we eerst eens even kijken of we die pieken hebben. En we hebben ook al boter bij de melkfabriek, zo'n 100 liter. Oh, dan gaan we dat er ook in mee inbrengen. En, oh, we hebben zelfs zulke maloor. Oh, ja, we hebben pieken hier zo. Helemaal. Of hebben die pieken nog helemaal niks? Nee, die hebben dat ook niet nog best. Geen voer. Nee, die hebben helemaal... Daar kon geen aai van, duw. Oh, we hebben alleen hoorn. Kakkedoedeldoe. Nee, we moeten die kip moeten met hem, denk ik. Soms wat vroeger hem wil. Zal ik een paar big bags met kippenvoer op holen? Oh, ja. Oh, dat vind ik zo'n leuk waak. Ja. Dan zorg ik dat die Magnum... weer aan het draaien gaat. Ja. Want we gaan de zwin... We gaan in actie. Ja, we gaan nou echt in actie. Oh, die kan altijd echt wel uit, ja. Ja, die komt wel over, hè. Ja. We gaan piekenvoer opholen met deze kaart. Oh, ik ben vlak bij winkel ook nou. Hoe dan? Humpa, oh. Humpa. De skiffer. Magnum, dat is een ijsje, toch? Toe. Ja. Nou, hier wil je niet aan likken. Maar dan, Uli, lekker rij. Uli. We gaan even pieken voor de wol, dan kan ik ze even maar geven. Ik breng die dikke thee aan naar huis. Ja, ik hol piekenvoer en wat zwienenvoer op, want dat ging buiten vol naar binnen. Ja, nou ja, zonder bij de piek niet zo weinig. Nou, ik heb met mijn 10 piek. 40, zag ik net. Oh, sorry. Of niet? Aardig. Nou, ik doe overal wat van. Je... Eind 20 december moet ik weer op pieken, ja. Ja? Ja. Ja, dat lijkt me leuk werk, maar niet te lang. Heb je idee? Ja, dit duurt niet lang, dit ben niet zoveel. Oh, gelukkig. Eerst even kijken, pikvier, tarwe. Gewoon puur tarwe. Hompa. Gas. Nou. Gas! Ja. Dat te weten. Gas! Kent dat, het zij dat nou nog nooit leert? Nee. Ik heb allemaal puten hier zo, dat moet ik er allemaal op heen kwijt. Okay. Even first person? Ja. Doe maar even. Hompa, hompa. Beza, hey Beza. Hey, goeiedag. Hij zei ook goeiedag. Humpa, humpa. Humpa, humpa. Zo is het. Zo is het. Oh, Pugs die moet even naar huis sturen. Ja, Pugs die was bij de een derbe, las ik. Humpa, humpa.
Ga je weer met de kop tegen het t-scherm zitten, neem Huus? Ja. Ja, ik probeer wat relaxter over te komen vanavond. Maar... Oh, dat is zo vreselijk, Ben. Ja, dat is echt Ben, dit. Maar het is zo mooi werk. Hij is er nog last van een nek en van hart, man. Ja, dat wel. Alles is stief. Ja, joh. Gelukkig moest het kolen buiten, hè? Ja, dat scheelt weer. Ja. Dat is ook niet zo verveeld begrepen. Nee. Maar nee, dit gaat goed. Ik vind het echt... het blijft nog steeds een beetje wennen, mensen. Maar het wordt wel een blijvertje. Dat kan ik je wel vertellen. Okay. En ik heb nou al zo... Want ik had de vorige keer... Toen had ik... je moet per se dat programmaatje opstarten van TrackIR. En, want als je eerst de game opstart en dan een programmaatje... Dan doet hij het niet. Oh. En toen waren we toen inlogd al. Toen wilde ik er niet meer uitloggen. Nee. Maar ik heb nou zo, als ik een computer opgestart heb, dan is dat programmaatje ook al aan. Automatisch starten. Precies, en dan vergeet je dat ook niet meer. Nee. Pickfood. Mooi Emus, ben er ook weer bij, zegt Giel te halen. Goed, allemaal Emus in de chat, zie ik. Mooi Emus, ben er ook weer bij, zegt Giel. En Martin zegt, Emus is de G vergeten volgens mij. Het is al as. Oh. Nee. Gaas. Zo. Hey, 243 kijkers alweer, hè? Hey. Wij zijn goed bezig, heb je idee. Alderaast. Het is altijd een gezellige bende, jongens. En dat is hartstikke mooi. Zo. Yeah. Maar wie je naar groenten die niet kijkt... Nou, dat is het. Zo is het. Wordt het weer zo'n stream, hebben we met de... Rickert, nee, valt mij. Maar ja, jullie gaan nog lang last van hem dat ik met big bags aan het slepen ben. Ik vind dat nodig, hij. Dat is niet erg. Nee. Op zich is het ook wel mooi. Best mooi zoet. Ik ben mooi rustig. Zal de velden kalk naar de rijden? Oh. Dit is een mooie stream van NL. Zie. Mooiste stream van Nederland. Meest doe dat oppers. Oh, dankjewel, jongen. Ah, dat is toch geweldig. Ja. Hey, oppers, doe soms mij nog even een berichtje sturen. Wil jij mij nog even een berichtje sturen? Want jij bent aanstaande woensdag jarig. Jij moet mij even een berichtje sturen. Hey, goeiedag, ik moet je even een berichtje sturen. En dan doe ik de rest. Ja. Helemaal goed. Is er ook autoload? Nou, weet ik niet. Maar dat is een moord. En een heer bij. White. Oh, wel houden. Ga ik doen. Oké. Okay. Vaak wordt een kind blij van speelgoed, maar Emus niet. Die wordt blij van een big bag. Ja, da. Ja, hoor. Echt wel. Ken ik zo koppel? Ja. Mijn derde persoon. En ik heb de al 16 putties op de kar, dames en heren. Hoe dan? Ja. Speel? Nee. Niks. Martin doet ook de Giants logo in de chat. Ik heb hem wat bedacht, jongens. Martin zegt, ga. Er mist nog één. Mag morgen weer met Big Bag slepen op werk, kijk. Wack. Het Peter, is niet auto zo dat niet nodig, dus wij mensen, nu nee. moeten gaan, toch? Of wel, dat bedoelde niet, toch? Wat? Hij bedoelt dan niet dat wij nu moeten gaan. Toen? Oh zo, nee toch? Nou ja. White Draak doet 5. Hé? Vijfentwintig subs weg. Oh, machtig. Kerel, dat is niet voor te lezen. Nee. Tommy, Erwin, Dutch, Thomas, Marco, Sander, Frieske Cowboy, Patrick, Pieter, Jeroen, Erik, Jan en Edia. Ik noem ze allemaal niet eens meer op. Jong. Brouwer, Lomendrecht, Biertje en Tommeke. Wijd Draak, jong. Dank je wel. Alweer een winnaar. Nou.
Alweer een winnaar. Als ik dat 25 keer doe, hoor. Kill. Dankjewel, oh, jongen. Ja, dat dikke hype weer. Oh, ja, daar. Jeetje, dankjewel. Wie is de wijde draak dan? Ja, dat weet ik niet. Nee. Hebben die hier heel raar? Ik heb geen idee. Of hebben ze hier norm veranderd? Hype, hype in de chat en iedereen is gek en fantastisch. Dankjewel, jong. Ontzettend bedankt, zegt EDL Farmer. Paco, die vraagt dat al een eigen foto zien net. Van de quad-track. Ja. Ja. Ik hoor voor mij. Die neus, jeetje. Goeiedag. Maar de achterkant in de cabine is allemaal verder hetzelfde. Maar die neus, jeetje. Goedenavond, even in de chat. Alles goed met jullie? Ja, 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 zeker. Alles maar goed met jou? Ja. Nou jongens, degene die nieuw sub is, die mag gebruik maken van ons max-emojis, gas-emojis en dit en dat en zus. Ja. Hey, TBRL is er ook alweer. Ja. Ja, ik vind het wel een boos. Ongekend, jongens. Hi, Kim. Wolf zegt, nee, dat is een anonieme meneer die, denk ik, nog bedankt bijdraagt voor gisteren. En nu weer, zegt Wolf. Aha. Ah. Aha. Een genieter op de achtergrond, dames en heren. En dat geeft ook allemaal niks. Nee, niet erg, hoor. Nee. Ik vind het jammer dat er zo weinig Kees in zit, zegt Daans. Ja, ik ook. Ja. Klaar. Er geen Puma's, er zitten geen Optums in. Geen farm. Ik heb een hele reis, heb ik gehoord, Gustav. Geen 48, geen... Welke trekkers mis je? Nou, hartstikke idee. De hele reis. En toen de Fiat, nou de 180, 140 en al. En met hem. Het wil hem toe. Moet het nou echt in de koelkast? Oh! Ja, toen de tassie, ja. Imkinger, de kippen ben hier om mijn ogen. We begonnen dat even weer first person, dat even netjes aan de kippies geven. Niet te hard door de bocht, nee, gaat goed, gaat goed. Badum tus. Hoe is het aan het leidje? Goud, hè? Is de eerste dag weer overleefd van het werk. Ja. Jo. En als het goed is, ga je het snijden vanavond. Oh, nee toch? Ja. Mondenmorgen eerder uur. Ik niet. En dan doe je hem onder de carport. Ja, maar vandaag weer. Ik heb anderhalve week ongeveer... bij de buren parkeert. Oh, dat is niks, hè? Nee. Oh, dat drama. Dus ja. Maar eens maar aan bij de houder ook, de klik. Maar, goed. Hey. Hi. Oh, ik zit ernaast, denk ik. Moet ik hier weten met de laatste heen? Ja. Oh ja? Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Toch wel. Oh ja, toch wel. Toch wel. Nou, ja, mooi. Ik moet zeggen, vaatjes. R-vaatjes. Roel-vaatjes. René-vaatjes ken ik. Ik heb ooit van een René-vaatjes mijn eerste motor gekocht. Oké. Een dikke Kawasaki ZZR. Oh, wat ik weer met denk. Ja, hè? Ja, nee. Ik zit hem... Die zo'n power 230, daar een beetje snel daar. Ja, dat weet ik. Hé, hey, waar draagt die ook in de chat? Gas! Gas! Nou, op zich, die sneeuw, dat maakt me niet veel uit. Maar ik vind het wel noffelijk als er dan onder de carport staat en dat je zo verder in kan. Ja, zo is het. En als het een beetje lus of snij is, en ik heb mijn bladbladen wel, dan waai ik het er zo aan. Maar... Ik gewoon altijd, als er snij ligt, voor het koffie zet... auto aan. Ja. Sorry, maar ik vind dat smurken zo niks dat je vanaf de start pas
De kachel een beetje voelen. Ja. Dat is niks. Ja, zo. Ja. Oh man, en dan die room dicht, dit en dat. Ja. Heb ik al 8 puten leegsmeten? Hoeveel wil die kip in de liefde der? Nou, die wil er sowieso nog 2 bij, denk ik. Voor hoeveel kip? 40? Ja. Oh, ja, wie is dit? Adrienne Hooper. Hooper de Poeper, hem zijn grootste boepsters. Oh. Die deur moet wel even dicht, anders gaat niet goed. Ronald Seupti Drenthe doet Hoempa Hoempa. Hoempa Hoempa. Zekers. Zekers. Goed bezig, Ronald, dankjewel. Fucking Jezus, ook. Eerst eruit, oude staat. Ja hoor. Zo'n mug. Staat ik al in de oude maak. Ja, maar dat is zo slecht en dit en dat nog niet voor mij. Ja, diesel power. Daarom hebben we hier remote start. Ja, dat is nog veel beter. Dat is voor mij ook wel passen. Ja. Maar eerst die onderbroekje eruit naar mijn oude maak. Nee, maar dan kun je beter eerst pissen en dan de buurt, maar dan wil je niet wat weg kan. Nee. Nou, dan kun je met de hekjes staan met de middenmuur. Nou, dat zou ik niet buurt doen, als ik daar was. Kun je eerst de handen niet in de buurt doen? Hij is wel even waar, maar. Oeh! Je voert de stal vol en niet voor een aantal dieren. Je kan zelf de stal vullen als er geen dieren in zit. Aha. Ja, precies. Dus met andere woorden, de zwin kan heel lang nou met dit voer. Ik denk het wel. Misschien ook wel niet. Dat snap ik eigenlijk niet, dat die voerwagen elk uur eruit vliegt, maar ben ik goed. Nee. Toe, prik in die puur. Oh, wat is het narig hier. Of zoals collega van mij, straalkachel erin voordat hij weggaat. Ja. Ah, die vrachtwagens en zo hebben er ook wat, maar wel wat, hè? Die dieselkacheltjes. Ik mis die fantastische poemen gewoon. Daan, ik ook, Mel. Ja, ik ook. Zelfs Legend. Ja, nee, maar het is gewoon zo. Ja, nee, tenminste nog een keer wat te kiezen voor de Duitse uur kiezen. Precies. Diesel Powers, die zegt gisteravond hier min 28. Ja. Dus beter hem de manier uur aan, zeiden. Boeren, boeren. Huh. En daar ben je hem voor het kwee. Ja, dan is het weg. Eén keer kraak. Ja! Dat is gebeurd. Nou ja, maar dan kies wel een bultje pissen, denk ik. Ja, een slutspiertje leidt op dat ritje. Maar, ja, nee, maar ik bedoel, aan beneden, dat is ook bevroren. Ja. Dat kan een bultje pissen. Ja, dat is een driepoot. Ja. Een dikke e-spel, dat moest maar aftikken. Nou, maar hoop, bodden brekt. De laatste drup er wel afklaart. De laatste drup. Moet u wel plaatsen afklaart. Ja, nou, ik heb wel weer. Gewoon 's morgens om 5:30 baksteen op gaspedaal en een rustig koor weer erin gezet. Turbo. Beuk de ballen uit de boom. Beuk de ballen uit de boom. Nee. Die boom staat er zo mooi. Nee. Ik weet niet wat schapen meten, maar die moet ook voeren. Dat is nieuw fake, hoor. Ja. Wat was Tony Kringel op een kloot? Goed bezig, TB Everell. Ja, die is dan wel op beeld, hoor, niet? Nou, hoeveel is kach? Ja, 25, meer kon niet. Oh, nou, maakt de aanverrastering ook wel een beetje op. Ze moeten, die moet een beetje hooi hebben op dit of dat, of hoe ligt dat? Ja. Voer, gras. We kennen ook maar echt maar 25 hebben. Ja, groter is het hakje zeker niet. Hey. Nou, en terecht. Ik vind het als dat een beetje. Nou. Wat moet hem? Gras. Oh, dat hadden we in pakken, hè? Net allemaal voor nog. Ja. Oh, zeg even met de front maaien. Helemaal even.
Wat was dat nou? Wat had ik? Bij de bakker moest ik boter. Oh, boter bij de zuivelfabriek, toch? Ja. Schiffhart, dankjewel. Waar is die zuivelfabriek ook alweer? Die heeft toch gewoon op tipje zetten, ook. Oh, door. Ja, wist. Ja. Ach ja, op tipje. Nou op weet ik wel. Op tipje. Zo droogst doen, dan zijn ze aan de deur. Ja. Ah, shit. Dan moet ik helemaal heen om die... Om die... Om die... Om die... Deze maar eens van maken. Willem, hartstikke goed. Bedankt voor jouw allerlaatste bits. Super. Ik liepen. Kijk uit voor de wolf met de schapen. Ja. Dit aardigheid, hè? Hoe is lustig, jongen? Oh. Kun je ook kebab maken van die schapen? Hekje grillroom, hekje bouwen. Oh ja, die is er vast. Vast. Sammy. Dit is vast en Sammy. Ik ben goed te zien, hè? Maar ik zie toevallig... Hoe het kan, weet ik niet. Maar ik ben aan het streamen en aan het opnemen tegelijk. Dat heb ik zo ingesteld, blijkbaar. Maar dat gaat allemaal goed, mensen. Iedereen is goed. Wij zijn goed hoorbaar, zichtbaar. Dat denk ik wel. Vraag je nou aan de stream? Of ja, aan de kijker. Aan de kijker. Ja, ja. Oké. Ja, hier. 280 kikkers. Ja, dat zal ook wel goed gaan dan. 100 punt. Kijk, mooi werk. Wat staat hier te koop, jongens? Eens even kijken. Kevin Wiersum is een nieuw abonnee, dames en heren. Nieuw abonnee, Kevin Wiersum. Dankjewel, dankjewel. Met andere woorden, het beeld en geluid is goed. Goed zo, dank u, dank u. Ik heb hier kaas, dat ligt hier al behoorlijk te verruit. Ik weet niet hoe dat eruit ziet bij hem, maar... Oh. Kijk, wat een stuk plastic hier aan mij is hier. Kiln, hoeveel hebben ze dit wel niet keer? Er zit wel vreemd aan, nou ja. Butter, bread en brie. Nou, ik weet het niet. Waar moet er kees in? Is dat te verkopen of moet er ook nog een bakkerij op dit en dat naar hem? Geen idee, jong. Bakkerij hoeft geen kaas, toch? Nee. Dat kaas kunnen we gewoon verkopen, denk ik, of niet? Oh, nee, dan moet hij zelfs warme boeren hem. Nee, toch? Ja. Ik heb altijd warme met kees, hè. Oeh, gatskes, nee, wel. Ja, lekker. Oeh. Ik gewoon butter even naar de bakker brengen. Ja, dat wordt zo vanzelf wel schimmel, ja. Fatmachine, de Maaiers, hoe zetten we die heen? Oh, die kent hier wel heen. Oh, die kent door. Humpa. Franse kopkaas. Ja, Wee wee. Oh, dan moet ik een knapje erbij hebben. C'est le fromage de la France. Zeg eens fromage. Mais oui. Omelet du Franse kaas. Hey, waarom komt er geen naaie butter? Ben ik niet wendje dat die ding zich niet... Wat? Meestal als ik hier kratten weghol, dan stonden er weer naaie kratten voordat ik hier weer ben, zeg maar. Snap me? Ja, ik snap die. Heb je een nieuwe bril? Nee. Humpa. Kutje moe.
Mooi EMMM. Goeiedag en goedje. Ah, duim. Ah, houd jongen. Zwem haar. Oh, lek, 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 lek. Oeh, lek, 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 lek. Ja? Ja. Ik schoot van voren naar achteren, van links naar rechts. Oh. Oh, nou moet ik ritmen, anders gaan die spanbaan in de budden trekken. Oh, ja. Ja, ga ik bij de samen hebben kennen. Ja, dat is dat bij Steven. Wat nou zo mee, kijk niet in jou. Ja, het is maar goed dat ik het er wel. Ook... Och, maar vannacht om 3:30 lag ik nog voor me uit te staren met een hoempadeuntje op repeat. Ah. Hompa. Wauw, wauw. Samson. Bedankt voor het cadeau bij de mensen, zegt Pieter nog even tegen de White Dragon. Ja. Wat, wat? Ja. Wat vindt van de Kees prototype? Die steiger, hè? Die dikke. Ja. Wat denk niet? Kill. Nappe rood. Wat ik wel mooi vind, jongens, is de nieuwe armleuning die de Optimus zo heeft. De AFS Connect. Dat is een... Ik ben ook wel tweet, eerlijk is eerlijk. Maar het ziet er goed uit, jongens. Ja. Komt er ook een achter me, nee. Ja. Oh, een dikke vent misschien. Hier doe ik een first person, hè? Even achter me kijken. Heb mijn spiegel. Ik moet verder, want... Hier, spiegel. Heb mijn spiegel. Hij komt eraan, jongens. Heb mijn spiegel. Ik heb hem zwaaien en hem toet. Nou, ik moet ook afslaan hier, dus kom gauw uit. Ik ga hem weer zwaaien. Oh, de bakken kennen ze wel druk, maar ze vond er van elkaar af, zag die weer zo. Die stond er wat bakken los. Nou, onder de banden weer. Ja. Zo onder de pita's voor. Ja. Nou, dan maar even 2 keer hompa hompa. 200 keer hompa. Nee, joh, gek. Hype, hype. In het wit, Jacco. Hoe doe je dat? Heb jij je emote aangepast? Hoe dan? Hey, dat is gek. Dat is gek. Nou, moeten we eigenlijk... Zal ik even slopen tot morgen vroeg 8:00? Dan heb ik even wat eikers. Ja, maar ik moet de schapen eerst ook wat gras hebben. Zullen we dat even doen? Ja, is goed. Bist u door ook zonder loren geworden? Ja, ik heb me nou achter. Oh. Met vrot maaien. Dat wil ik zeggen, dan kom ik in met loren worden. Oh. Nee, ja, maar dat hoeft niet. Ja, nee, maar dan pak ik die andere maaien erachter. Maar dan neem ik loren wat ik wel met een dag. Ah, nee, dat hoeft niet, jongen. Die schopen, zo wil ik die schopen niet hebben, zeker. Nee, maar moet dat u mij nergens, denk ik. Ja, dat wordt zo. Mr. Mad Max. Morgen. Morgen. Goeiedag, hey, Mad Max. Heb jij jouw naam veranderd? Mad Max versus was het eerst, denk ik. Jij bent diezelfde. Oké. Ja, ja. Roege Badje heeft een sound alert. Wara, 7 minuten. We gaan even genieten in 3, 2, 1. Bam. Aan het stream met de Legend 06 en de Jelle D speaker. Farming Simulator op de zondag om. Overtouw door de week, joh, het is versloomd. Gas, gas me jong. Gas, gas me jong. Gas, gas me jong. Dit beneden muzico op de trekken me jong. Yes, Gerrit Jan, netje met je zutten. Abonneer de Prime, de 3e maand. Dankjewel. Dankjewel. Super. Hem wij wel graag zo'n gemaaid. Wij. Anders even wat berm, joh. Ja, zonder hier wil. Moet eens lusten, joh, naar die kar. Dat rollen van die kar hoor je ook, hè? Oké. Dat is best wel mooi om te horen.
Met de kanaalpunten kan je emotes aanpassen. Ja, is ook zo. Dat wist ik achteraf ook nog weer wel. Oké. Ja. Kipjes, je bent nog vreten, je hebt 8 punten gekregen. En waarom zie ik nog geen deur rijden liggen, jongens? Wat is dit? Ik las net bij één. Nou. Wij hebben ook zorgen. Voor morgen? Zorgen voor morgen. Ja. Daar hadden de pink nog hem gekend. Oh, vast. Maar ik denk, ik wil dat in de big bag zien. Ja. Nieuwe volgers zie ik trouwens nog even. Dummy, zag ik even snel voorbij komen. Goed bezig. En nog een poor. 1, 2, 3, Daan Arens. En Doorn Oorns. Ja, en Tijn 8. En even zien. BWA, Jasper, Olaf en Jochem. En Spasper Venema. Kijk. Dat is al. Hielke Mets. DJ Leidse Jeff. Oké, jongens. Mooi, Hielke man. Hielke Mets is er een van allemaal aan. Zo best ken. De boy zegt, hoe is het met Max? Goed. Ja, zeker. Vernoemd één ongelukje. Poep in de keuken. Oeh. Ja. Jammer. Hartstikke. Minder. Wil dit? Is dit gras? Ja. Oh, kijk aan. Met een onkruid. Dit is een mooi kruidenrijk gras. Ja, maar zo goed voor de scope. Die moet niet van de hele... Nee, joh. Dat is niet goed. Nee, maar dat schiet ze met boven. Ja. Dit is voorbij dan. Een beetje prikkenbrug. Ja, maar de andere dat wol niet, jongen. Wol niet, nee. Nee. Screenshot. Heb je een screenshot van meteen, hè? Ja, ach, kan gebeuren. Ja, poep. Poep, ja. Hij is poep. Ik heb poep in de keuken. Eerlijk is eerlijk. Hij is 12 weekjes, jongens. Dus ja, kun je ook weer niet veel van zeggen, hè? Het is een soort van Jack Russell, ja. Moeke is een soort van boerenfaksje. En pa is een Jack Russell. Die heeft, dus die heeft echt recht op achter Moeke staan. Anders komt het niet. Oh. Ik druk zelfs de GPR aan. Dat hoeft niet, hè? Nee. Mijn buren hebben ook een nest puppies. Oké. Zou wel vaker gebeuren. Dat is ook al eens eerder gebeurd. En ook wel eens op hele gekke plekken, Bernd. Ja. Ik ga niet in detail treden. Maar het had iets met ons bankstel uit te storen. Ray Sliperio doet de Chicken Dance. Goed bezig. Hey, die vlugge schaap over... Wat? Heem. Boor. Hier. Mimi. Oh. Hij is nou weer binnen. Hier, nou, dat gebeurt ook wel met een zwin. Hij giezelde hier om het hakken. Nou, dat was een zwin zeker? Nee. Oh. Ik hoor ook zwin. Ja, hier, oh, ja, hier ook zwin. Oh, dat was een zwin, sorry. Dat kan maar zo, hoor, want ik zie bij anderen heb ik ook wel eens een zwin. Buiten het hak lopen niet. Goeie, wat is onze grootste keeper, Mr. 06? Die halfpipe. Nee. Ja. Ah. Maar aan de hol sta je maar groter op. Ja. Wat is onze snelste trekker, die Duits? Nee, Jeze B, hè? Ja, maar die heeft cultuurwieltjes, dat is niks. Wat ga je doen dan? Ik wil hem mijn groen rijden. Naar de groenmul, maar je hebt niks meer. Oeh, hartstikke. Ik heb hem niet hebben. Maar geen zorgen, we hebben hem genoeg. Ja. Hoe denk erom dat je een camera. Ik wil alleen maar een mooie kibber op. Mark voor jou. Kloplegend, dat zijn scharrelvorkens. Aha. Juist. Cornello, Swinbutenhak is kouder ook daar. Kennen hij. Oeh, Steve, dat hij dit ziet, dat heurt, jongen. Dat komt niet goed. Hij weet wat in huis woont, hè? Ja.
Eén minuut Duits voor, jongens. Genieten. Even voetjes op het bankje. Ah. Even kijken, even om je heen kijken. Hoi daarheen. Daar, buurman. Oei. Ken ik hier met een ladderwagen geen gras kwijt? Dat zal toch niet? Oh. Struipen er waar niet. Kon die Duits een keer starten? Dat kan toch niet? Deze wel. Ja. Boom van den Boom, denk ik. Nieuwe volger, een minuut geleden. Jeroen? Misschien wel. Zing eens een liedje. En rie ik die winkel al voorbij? Nee. Hoi, toch kill, die komt wel aan, hè? Gisteren in mijn hart redelijk traint, maar hij doet nog. Aanhengers. Even zien hoeveel we kwijt kunnen in de polder. Ja, ik kan hier alles in. Nee. Die kan wel alles in. Dit is een Aperio. Excellent. Dankjewel, de Berg. Oh, maar misschien in die Pottingers. Maar doe hij nou geen keeper. Nee. Emiel de Vries doet het benoemd dus. 25 tot 34 kan hierin. Die Brandner. Dat is wel mooi, nee. 33-6. Ik vind dit nog mooier, keepers. Oh, ja. Dan maar stoe hier straks wel kom. Te voeren. Wat dan? Ik ken niet, ik weet wat. Nee? Nee. Oh, dat is fel aan. Ja, die waren wel heel fel aan. Ja. Nee, die rooi is wel mooi. De rooi is mooi, hè? Ja, gaan we doen. Oh, ik zal Emus noemen. We zitten bij de Emus & Co. Met dit jaar. Nou ja, maar doe eens op zelf kan. En Co. Oh, ja. Hesem. Ja. En nou weer niet. Nou leid hij hem bij het kruis. Oké. Wat is dat ding? Dat is niet zo mooi. Is staat vlakbij. Hij wil er niet. Oh. Heren, op welk veld zijn jullie begonnen met de boerderij? Mad Max doet 10 subs weg. Oh. Astino, Gijs, Drenthe, Robbie, Sjoerd, Tinus, Erwin en Harold Klei. CLJ, Hans en Timo. Mad Max, jong, dankjewel. Dikke. Hoi. In de chat. Dankjewel. Jup, een beetje inderdaad, heb mijn naam van. Ja, kijk wel, is wel. Jup, ben het inderdaad, heb mijn naam veranderd. Ja, jong. Goeiedag. Hype. Dikke hype. Iedereen fantastisch, jongens. Kerel. Wat gebeurde er? 30.000 naar nieuwe voertuigen. Maar dat is nou weer een man in het team. Hij heeft dikke shovel. Mooi. Ja. Geen boekje meer. Het boekje is hier nooit geweest. Maar de Emus bord op Twitch en Max op de YouTube. Boekje heeft ons al zo lang geholpen, jongens. Bedankt met Max en Drenthe. Zo. Hier wel gewoon. Ik heb gewoon geluid van de game Max Storm. Ja? En nog is het gewoon goed te horen. Ongelooflijk, hè? Oké. Okay. Dan heb ik weer wat anders.
Nou, eens even zien waar we hier uittrekken kunnen. Waar hebben we ook alweer oogst met kunnen? Daar hebben we niks. Gerst niks, hoven niks, koolzoot niks. Zorgum 60 kuub. Meer zit hier ook helemaal niet in, hè? Nee. Nee. 60? Ja, 60 kuub zorgum. Ja, 60 kuub is een. Ja. Petter, aas. Ik wil dit toch een beetje een rare combinatie van letter. Aas. Ja, gewoon veranderen. Ja. De bedoeling is om door gas van te maken. Oh. Nee, nou, hier ik ook. Maar dus. Lachen. Mark Verg doet Saga. Saga. Ascha. Ga. Agen. Nee. Hey, alles goed, hé, Muus, zegt Tiger Gaming. Ja, nou, zeker wel. Zeker wel. Gaza-strook. Mooi, mooi topper, zegt Tiger. Ja, dat. Wat is allemaal aan? Nee. Ik moet veel aan bagem. Gaan jullie nog een andere trekker kopen? Waar dan? We smoren in de vrij. Nou al. Wij hebben allemaal spul. Oh, die zweetkees, die is ook heel lekker. Die cheese. Zweetkees? Cheese. Zo Ronaldo was eigenlijk. Goedenavond, stelletje behangers. Heb je die graag meegekregen, weet je, Guster? Of nee. Och, ik heb dubbel leken toen Woodpecker wat in de chat zei. Zal ik hem vertellen? Ja. Dan moet ik het goed zeggen, natuurlijk. Hij misschien zei, heb ik het ook wel met Krijg, maar nou, ik vind het zo hem niet meer. Oh, wacht, terug. Bedankt voor je verlenging, de struik. Hartstikke. Super, jongen. Dank u, dank u. Nou, Woodpecker, wij hadden het op een gegeven moment over mooie vrouwen, nog gek genoeg. Ja, wordt hard van vol zit natuurlijk. En op een gegeven moment zei Woodpecker, ja, ik dreumde nog wel eens van dat ik aan het behangen was en Kylie Minogue was aan het zwemmen. En toen wakker werd, had ik de plaksel nog aan de hand. Ja. Was dat in een stream? Of? Ja, dat was in een zondag stream. Maar heb ik. Ik wist niet wat ik het had. Hoi, Kiel. Ja, ik kon hem. Dat was schitterend. Ik ging behangen aan een muur, maar ik had plaksel wel aan de hand. Ja, maar ja, ik had hem nog niet eerder, jongen. Oh. Hoi, Kiel. Schitterend. Ja, dat was een mooi momentje, jongens. Ja, dat is genieten. Dat vind ik leuk. Moet ik hem typen? Nee, Woed, ik heb hem wel goed verteld, denk ik zo. Ja, dat bent misschien al hele oude grapjes, maar als je die voor het eerst hoort, dan is hij, komt hij leuk over. Niks meer. Jazeker. Ja, smeer Kees. Dan had hij vaste voet, zegt hij. Ja. Oh, oh, een Friese cowboy doet Pino. Ga, 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 ga. Ja. Ga, 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 ga. Gratis, hè? Gratis. Ja. Behangplakje met een hele bakje. Ja, precies. Ga, ga, ja, die! Die bedoel ik. Schitterend, jongens. Goeie. Ja. Sticky fingers. Ja. En mooi zo doorgaan. Gaan we doen. Hij is de baanderij wel, hè? Ja.
die was heel gepaard. Ja. Nou is hier wel een snelweg op de map, maar we rinnen er nooit overheen. Mag ook niet, hè? Nee. Zo, lekker, hè, of niet? Ja. Hij deed zelfs achter een piep. Piep. Oh. Dat betekent al hoeveel, of niet? Hij gooit daar. Ik wil even kijken. Ja, ik zit in de stream met de kiek. Ja, oh, shit. Dus zie ik ongeveer voor een grie. Ik stond nou wel wat stil zo nu en ja. Wat ga je doen hiermee doen? Ja, probeer een gras voor die schaap te krijgen. Dan ben ik echt maar klein duimpje. Ja, dat is goed. Dat stelt niks voor. Ik heb ook wel een grote kieper, hè? Ja, dat ik kan niet deugd hebben. Maar hij is dan alleen. Ja, ik heb net vol. Oh. Ik ben om 8 uur vertrokken, hè? Oh, oké. Okay. Mag terug. Nou, eerst code niet. Kim een keer, hè? Ja. Nou druk je hem zelf. Oeh. Goeiedag. Oeh. Geen goed. En twee kan. Op de snelweg staan, de blokkeren. Ja, oh ja. Jammer dat Joglo er niet meer is. Nee, absoluut, zo is het. Ja, klopt. Dat was een legende. Ja, niet iedereen had een eeuwig leven, jongens. Niemand. Dat denken we allemaal, maar... Zo is het. Ach, goeiedag, hem. Mooi, hij wist het toch? Ja, ik heb het op, hè. Hoi, Gilden. Ja, ik heb nou ook mijn halve vraag. Ben ik ook in mijn reden weer terug, is wel? Wat toch? Ja, we hebben gelopen. Is de muk nog tussen de tanden, zeker? Ja, ja. Dood achter op mijn pet, man. Achter op mijn pet, hè? Ja. Radio Gaga van Queen. Ja, kan ook. Gaga van Gaas. Ja. Oh, dit wil wel over hem. Ik kijk hem dus gewoon. Nou, hoe? Ja. Ja? Ze hebben een heel iets een beetje. Gaga. Waarom? Ik zal niet bewegen met mijn hoofd, ja? Zeg eens. Nou, bedenk eens wat bij die nieuwe emoties, jongens. Gooi je fantasie eens de vrije loop. Ja. Nou, niet te. Nee. Maar ik zag ook al een... Dankjewel, Mad Max. Spandlek, zegt Bram. Ga je ook nog op de Massie, Muus? Eenmaal op de Massie? Eenmaal op de 8S met vuurloder en dubbele lucht? Dat kan. Nee, op die andere. Welke andere? Oh, die kleine. Even kijken in de spiegels, jongens. Hoor, of die keeper omhoog gaat. Ja. Ja? Ja. Dat mooi. Niet achterom kijken, hè. Echte helden kijken niet achterom. Toch wel even kijken. Gaat goed.
keur twist deze goed. Ja, een beetje uit het verre verleden. Kan niet, Pat. Ja. Kun je die spiegels ook verstellen? Ja, bepaalde trekkers kennen het wel, maar ik heb niet het idee dat bij deze dat komen. Of wel? Oh nee, toch wel. Ja. Nee. Niet echt. Weinig effect. Mark, hey, aan het werk. Ik ga er weer vandoor. Kijk, goed. Oh. Wordt wel bruk, jongen. Hartstikke goed. Werkt ze, jongen. In de dat. Nou, hoor ik even slapen, inmiddels. Ik kan wel even. Ik denk dat de schaap nou eerst wel even met hem. Dit is prachtig, een mooi showbotje. Dus de Veurentunnel of Noordentunnel? Oh. Ik ben er nou al doorheen. Hij is een slaapkabine. Doe wel slaap, dan. Ik moet accepten met haaien. Of is nog geen atmos? Ik heb hem ook slaap. Oh jee, en ik kom op een kruispunt. En ik heb een cruise aan. Ben je aan het slaap, Rien? Oh jee. Wat ben ik blij? Hij is deur heen. In die tijd. Dat had ik gisteren. Oh, nou, doe hang ze er nog netjes bij. Ja, maar als die polder niet stond, had ik bij de bakkerij naar binnen vlogen, denk ik. Oh, we hebben 291. Wack. Dat is niet veel nog. Nee. Doe maar even slopen tot een uur of elms. Maar dan is de sun er ook weer misschien. Oh, alweer. Het is vast een beetje deze. Ja, dat is goed. Oh, dat wil niet. Wil maar tot 9 uur. Oh, ja? Ja. Oh, dat is 1 uur verder? Ja, oh. Ik heb wel het idee. Nou. Oh, dit is weer een dag verder, zeker. Ja, dat komt niet verkeerd uit. Ach, dit is een dag verder. Ja. Hapsnurker zegt, is Twist beter dan YouTube? Ik vind het qua beeld en geluid, als ik het terug zie, ja, duidelijk. Ja. Ja. Oeh, het is hier ook december. Op mappie. Ja, oh, we kregen snijden. Nou. Leon. Zo mooi draaien. Ja, zo mooi draaien. Hoi, daarheen. Oh ja, daarheen. Dan moet ik aan het allereerste. TBFL, dankjewel. Dikke hype, jongen. Dat is wel mooi dat je de reinheid hier niet hoeft doen. Nee. Dat hoeft er om mij ook niet meer in. Nee. Overdreven bedoel. Oh. Hey, stuur ik dit ding niet even gewoon hier achter die goalpol? Zweer ik die. Goalpol. Die spaan vaak bij de alweer. Ja, goalpol. Dat komt bijna een olle hol schuur, dat was een goalpol. Ja. Zit u hierin? Nee, ja. Ik zit in die grote bruwe. Ja, het is sorry. Waarom voerst u dit bij? Dat redt zich wel. Hij voelt zich toch altijd nog een beetje verantwoordelijk, hè? Ja, maar nou... Dat is hetzelfde als een koe en een boer melkrobot het nog met emmertje door de boksen heen loopt. Ja, moest kijken. Nou laat het hem voeren voor het voerpaard. En we staan voor het moment. Oh, jawel? Ja. Hoeveel, wat is hier de waterstand? Dit is mooi. Water. Oh, nog 73. Niks mis mee. Tomaten en
Je ziet het in de kast niet gebeuren, maar aan de buiten stonden elke keer weer duizend met naaien tomaten en herenbijken. Ja, in de kast gebeurt helemaal niks. Nee, helemaal geen bloemetjes of niks. Dit is het zitten, denk ik, bij de ondergrenzen. Kan ik hier niet even dat even laten zien? Dat dat even beter was? Nee, dat kan ik niet even laten zien dat daardoor even een plantje groeit. Waarom groeit hier geen plant? Zonde, hè? Ze groeien naar beneden. Ja. Ja. Maar is toch gek? Fix daar. Dat heb ik in mijn bloembollen na. Die had ik ook verkeerd om, denk ik. Ja, ik denk dat ze aan de andere kant mooi bloemkaart, maar ik niet. Nee. Pof van die vreemde wortel naar boom. Of dat niet? Nee, niet eens. Niks van opkomen. En dan weet ik al wat... Oh, wacht, is er ook al voldoe? Ja, dan weet ik al wat Friske Cowboy zei. Ja, maar legend. Bloemen houden van mensen. Misschien ligt er hoeveel pixels je tv aan kan. Wat? Moet daar geen saai zaad in? Nee, ik, volgens mij niet. Simon, weet jij dat misschien, mensen, kijkers? Waarom zie ik hier geen plan groeien? En aan de buitenkant zie ik allemaal wel hier bij de intermoorden. Oh, je kan de cowboy die heeft een andere kaskar. Oké. En Woodpecker zegt, gewassen zijn wel geactiveerd in de kassen. Ja, dat toch? Actief staat hier allemaal. Sla ook. Hey, waarom heb ik hier geen sla dan? Hey, ja. Sla hem vol. Deze groeit gelijk in de doos. Nou, zoiets weer. Ja. Oh, heb je van die AH kweekpotjes? Ik sla maar dat maar even over, zegt Simon. Ja. Kijk. Voordat ik verder ga met mijn bezigheden, moet ik eerst één mond hoekje snoren, jongens. Vind je dat heel erg? Ik wil gewoon even een shoveltje bekijken, ja? Oh. Of wil je het erin? Ja, ik zal hem even voeren. Oh, dan gooi je dat even aan schouder. Jongens, tot over 2 telletjes. Ik ben er over 3 telletjes weer. Schouder. Was ik weer goeiedag. Ah, goeiedag. Ja, het is kopbuut, maar dat komt niet ben met naar de neus, hè? Zeker. <on. laughs> Ja, maar dat kan ook andere hoe zeggen we dan. Wil dat met dat voeren zo? Ja. Ja, bakjes ervoor. Wie scheert hier, Paab? Mooi handig shoveltje dit, joh. Oh, hier komt de sla. Die komt hier eruit zetten. Zo lijkt het tenminste. Hij is vol, zeker? Moet ik even kijken. Ja, voer 4500 liter. Dat klinkt wel vol. Ja, hartstikke vol. Nee, ik ben een beetje graag over. Kips. Oh, die kibbentoestand is ook mooi in je vol. Ja. Een beeldje graas voor de liefhebber. Lek, zeg maar. Nee. Hebben wij ook alweer stront in de drijfmest? Ja, dat denk ik wel. Ja, dan moeten we even weer opslokken, jongen. Dan is het vol.
Suzie. Hé, hey, maar dan zal ik je vertellen. Ja. We kennen uit Mout soja oogsten. Ja, dat zag ik, ja. Kunnen we zo al even doen? Ah. Klap ik er even twee rondjes om toe en dan doen we de wagen er even aan. Oeh. Dat kuil is wel zwaar. Ik stoor inmiddels zo met de hele neem van Rome. Ja? Ja. Hopsa, zo in de duikvlucht. Ik ben niet over die airbine inreden, net wel. Nou, ik weet niet. Airbine puree. Kijk, we doen even de stal en weer even in de veurroor hak. Oh ja. Denk ik 100 keer heb ik voor mijn iRacing PC gekocht. Oh, de 5900X. Doe jij aan iRacing te berg? Daar heb ik altijd wel een heel mooi spel van, maar... dat is gewoon op abonnement, toch? Vertel eens. Zeg eens. Maar weet je wat het is met iRacing? Waarom hoor ik mezelf een beetje gek terug op dit moment? Ik bytens. La 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 la. Ik ben er weer. Ja, misschien. Oeh, dan moet ik naar de winkel. Wat dan? Om in de rol voeren. Oké. Geen behoefte. Ja, ga ik zo doen. Ja, iRacing, maar daar moet je wel echt. Daar moet je er ook echt mee bezig, vind ik. Want dat. Dat is. iRacing zit het dichtst bij de realiteit aan, begreep ik altijd. Is dat die iGo Cup? Nee. Oh. Nee, zelfs Max Verstappen doet een iRacing. Ja. Ja, een paar euro per maand. Maar auto's en tracks moet je blijven kopen. Ja, hè? Oh, jagers. Kost heel veel tijd. Ja. Ja, heb ik niet, dus. Hamilton niet, nee? Nee, dat is, komt heel precies met iRacing. Dat moet je echt kunnen. Ja. La 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 la. Nou, ik doe even... La 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 la. Zo. Nou, gaat goed, hè? Ja, maar... Oh, ja... Oh, nee, Tau, nee! Jawel, zo is goed. Oh. Nou, ik heb wel eens jongens iRacing zien doen. Het ziet er wel echt... graphics-wise nog niet eens zo mooi. Maar de gameplay moet heel goed wezen. Laat mij maar wat prutsen met FS. Ja, mij ook wel wat, Bernd. En als je dat ook een beetje blijft doen, kan je ook niet zo nou dan een keer een vroegje stellen. Hoe dat heb ik? Hoe mooi is ik dat ding los? Ik kijk bij je. Wat best. Ja, dan moest er bij de silo bij. Oh, du brengt elk bakje door, hè? Ja. Touw staan. Waar ze hebben kijk. Dat gaat mooi, hoor. We hebben allemaal geen extra functie nodig. Even over het drempeltje. Oh! Nou gaat het niet leeg. Net de hele tien en met zo mooi leeg, ik weet niet hoe. Wel een bak voor dat ding, hè? Mooi, hè? Maar je hebt ook niks over. Stuur kan best een standaard stuur aan het begin, maar pedalen is echt een must. Ja, hè? Decent pedalen van Fanatic. Ja? Ja. Ik draai iRacing op dik 240 fps. Maar dat komt ook een beetje doordat ze de graphics hebben geminimaliseerd om de gameplay te maximaliseren. Of niet te bergen. Zo ziet het er ook uit. Nee, zie je wel. En dan heb je een goede frame rates om de beleving wel maximaal te doen. Vind ik wel interessant, hè, die game. Absoluut. Maar goed. Ik heb gehoord dat Max V nu veel breakfast speelt. Ja, ik denk staat Woodpecker.
Hij zal na je achtervleugel al zien. Ja, met van die pijlen erop, toch? Die van naar de neus. Ik zit nu even Warzone te doen, rustig met 180 fps op ultra settings. Ik had upgraden omdat mijn 2080 overleden was, die eigenlijk nog prima werkte. Oké. Hallo, JJ. Hi, JJ. Goeiedag, hè. JJ is met de Chinese sausjes aan het maken. Ik durf er niet in, hè. Oh. Ik zal wel even een keer streamen. TBFRL, doe mij dan even een berichtje ergens via sociale wegen. Wil ik zien. Wil ik zien. JJ zien. Papi was vandaan bij mij op kantoor. Ja? Hij is weer naar Paroor stokt. Ik had weer naar Paroor stokt. Maar er was flex bij die... rookte meer dan ik zelf. Die had het niet meer overleefd. Die drijfmest is mooi leeg. Ik zal even een knip. Ja. Ik kom biddy. Waar gaan we die combine? Oh, hier zo. En wat een alrader showbotje. Oh, wacht. Zet ik mooi niks. Even de scorpies onder het afdek. Ik moet even in de spiegel kijken waarop mijn maaibaard is. Ja, zal wel volgen, niet? Nee, die volgt niet. Nee? Nee, dan moet even met een trekker hem. Oh nee, toch niet. Ik ken het ook met een mooie chef of zo. Bedankt, Legend! Ah, goddag hem! Snauw dan! Ach, houdee! Mooi. Dit kon eraf, toch? Klaantoven, ja. Ja, toch? Ja. Oh, een aardigheid. Nou, moet ik even trekker hier hebben. Maar ik heb die MyBud... Oh, kijk. Best. Aan het begin van het stuk laat. Oh, ik ken hier een mooi bedel. Jazeker. Bijna een mooi bedel. Installie pet aanpassen met installeren. Die boeren nog, hè. Die één keer zo'n mini-show, wel hebben ze komen nooit weer vanaf. Nou. Ik ken me er wat bij voorstellen. Oh, nou is hier het gras ook klaar, zeker. Zeker al. Even met de kap op zitten, jongens, hè? Rick ook te hard, te veel verlies, nee, gaat mooi daar. Moet deze maar ook naar checken, of nee? Nee, ja. Met de cabine voor helaas. Ik ben er ook goed niet zo, ja, bruk man, of ken maar dit... Zorg aan bedoelst. Oh. Er staat een vending paard. Ik heb even kap erbij, jongens, hè? Even de trackyard. Maar de kap er ook bij, jongens. Letterlijk heb ik de kap er gewoon bij. Die gaat mirakels. Van mij geeft er echt sojabonen aan, hè? Oh, van mij binnen ook sojabonen, ja. Ik meen dat ze zeggen dat de zorg een kloor was. Sojabonen. Oh. Of hebben we ergens anders ook nog zorgenklooster misschien? Oh, dat zorgen! Is dit er wel bemist? Oh, dat zal wel nooit. Niet dik, leuk.
Oh, heb ik nog schandeltjes nog laten of niet? Zie ik dat niet goed? Je hebt Shadow, hè? Ja. Is de zwaluw al op Twitch geweest? Ja. Maar ze heeft zich niet laten zien in de chat. Ah. Durfde ze niet. Nou, oh. ik zeg gerust eens een keer goeiedag. Als hier een zwaluwtje in de chat wat goeiedag zegt, dan moet ik dat gelijk hem zeggen, jongens. Maar dat is mijn mama. Mama. Zo zit je echt ook in een kabaan, hè? Met neus op stuur en oeh, als het maar goed kan. Of hij zit vol? Oh, 21. Oh. Mooi dit, hè? Ik ga, was gezellig weer. Tiger Gaming, jij ook heel bedankt. Hey, welterusten. Wat voor camera ik heb, Trekkerboer? Dat is de webcam is van Elgato. De facecam is dat. En daar ben ik wel tevreden over, maar die is goed. Komt zwaar dat je een kop koffie op land brengt. Oh, ja, dat is net waar. Dat is denk ik ook een thermoskan aan boord. Hey, Harpsnurken, telefoon hier, hartstikke goed. Hai. Oh, hier heb wel een spiegel die aan en nu krijgt. Ja, de Elgato facecam is daar, Peters. Goeiedag. En er is niks mis met. Maar het mooie van deze facecam is, zal ik je hem vertellen? Dat is even een tech talk misschien. Maar wat je aanpast in de cam software en je slaat dat op en je zou de facecam ergens anders meenemen, ergens heen. Het staat opgeslagen in de cam. En dat is wel prettig. Dat zijn hele leuke dingetjes. Je slaat het op en hij slaat het op in de cam en je hoeft dat andere programma nooit weer te starten, tenzij je iets veranderen wil. Dat is echt een voordeel, vind ik. Goeiedag, hebben we een ledje zegt Bollus. Goeiedag, hem. Ah, goeiedag, Bollus. Mooi jongens, nee, klopt. Ik heb hem ook in bestelling. Oh, goed bezig, Peters. Ga eens toe streamen, hè? Lekker als rips of buikspek. Oeh. Accu is wel steeds leeg. Maar ze zijn ook bedrood, jongens, hè? Deze ook, hè? Oh, ze zijn er wel bedrood? Ze zijn er wel bedrood. Hey, dus weet je hoe je zelf kaal kunt maken? Nee. Nee, ik ook nooit. Dit is 1160 TTV. Hallo heren, hey Flying Dutchman, Harm, goeiedag. Abonnement weer kwijt na een maand, Renard, ja jong. Verkeerde zuinigheid weer, ja, toch wel. Oh, dat is nee. Die is altijd heel netjes. Oké, Peters, ben benieuwd. Draad was zeker een optie. Ja, dat is een optie. Maar dat kan er gewoon bij, hoor. Dat kan je er gewoon bij bedenken. Oh, sorry, Struik, zegt Pat. Was het niet de bedoeling, misschien? Ik heb vandaag gezien de stenen van het land halen en dan vermalen met stenen breken. Oh ja! Ja! Maar wij hebben die stenen niet aan. Je kan die stenen naar de stenencrushers brengen en dan is dat weer kalk misschien. Dat is een optie, ja. Ja, nou, ik heb ook gezien dat ze die dingen opgingen. En dat gaat niet van harte. Ja, ik ben niet zo kapot van die steen. Het enige apparaatje wat je bruin kent is die stenenrummer. Nou, boeien. Toch? Ik heb wel een goede veger aan. Ja, toch? Ik rijd hem een dag op hem af. Nou, dat moet er wel acculodes met. Ja, dat wel.
Pijnenburg zegt, houden we netjes vanavond. Ja, wees. Zeker. Tuurlijk. Zoals jullie doen, kan er niemand aan tippen. Dus verwacht niet te veel, zegt Peters. Nee, joh. Wij doen nog maar wat, hè? Ja. Die steen blijft steeds weer komen. Niks aan zijn struik. Nee, ik zie dat niet als een extra. Dan hadden ze mij wel weg laten maken. Maar hier in de polder... Ja, vroeger... waren hier wel eens een steentje, 06M. Maar komen we daar tegenwoordig nog tegen? Ik heb niet het idee. Een paar dikke kijten hebben we vroeger wel eens een keer vonden. Dat kwam wel eens een keer boven erin, maar verder. Ik heb mijn werker, dus ik weet niet waar de deur. Ja, maar dat waren zwerfkijten, hè? Die ben er nou misschien wel al lang niet meer. Nee. Onkruid, Friese cowboy, doe ik ook nooit aan. Nee. En gewasvernietiging, doe ik nooit aan. Moest die werker zien, die had hier de hele kabakker op laten rijden. Ja. Dan heb je ook geen gewasbeschermingsmiddelen nodig, hè? Nee. Dit deed de helper niet, denk ik. Ja, oh. Dit deed de helper. Oh, doe hij hem zo staan nou, ja. God, en... Ja, in Drenthe ben je wel steen, maar... Jawel. Oh, Dropke wil ook streamen. Wil je er een streamen hier of zo? We krijgen allemaal concurrentie. Wat is dit? Van zomer wel door het baksteen door Maaien gaat, maar dan hoorde die steen niet te liggen. Oh, nee, bah. Ieuw. Dankjewel, Peters. Hoe is het aan, Letje? Ja, goud, hè, met jou, hè. Gaan we houden, hè. Ja, maar doe was wat aan het proksen en aan het doen. Ik ja, maar... Dat weet ik niet. Wat doe, hoor. Hé, mijn kleine hartbaakje. Ja. Moet me dit nog even klappen? Nee, luft niet. Oh, ja, weet ik al niet eens. Moet dit even kullen of kunnen we gewoon zo even spit? Ik vind spit nog altijd wel even een mooie werkzaamheden. Ja, dat kan we ook wel doen. Oh, die... We hebben geen spitter, we hebben een kulie liggen, maar... Oh, die kleine MF, die wil je met hem zien, hè? Moet je met spit? Dat lijkt me niet. Even zien. Hier staat wel een kulie. Zullen we die er maar doorheen trekken eerst? Ja. Kan, hè? Pak maar even... Dit is MF. Even maar anders, jongens. Of met een karmic spit. Kijk. Okay. Genau. Is de eiplauw er nu wel, cowboy, in de mat van het spel? Oké. Okay. Een mooi ding. Oude honsteren, ja, steen genoeg, ja. Wij kennen ze hier ook wel tegenkomen. Hoe doe ik die verf staan, jongens? Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Sta je er ook, denk je, spuiterij bij of niet? Nee. Bij de winkel? Moet je er helemaal naar de winkel toe om het over te spuiten? Bij de winkel kan je verven. Oh. Ik vind hem zo ook wel mooi. Ja, maar ik wil dat eens even zien. Ik wil even naar de winkel toe en door hem vermen. Vermen. Ja, toen heb je ook van alles kracht, toch? Oh, nee. Ik niet, toch? Oh, dacht ik. Doe zeker. Hey. Nee, ik heb niks kracht. Ik wil even naar de winkel. Ik wil even zien hoe dat zit met het verm. Bij de winkel kunnen ze spuiten, maar dat kost hetzelfde als een nieuwe. Hé? Gewoon dat is een andere kleur kring, hè? Ik zal ze even kijken. En ze zullen ze tired bij de barman in erop. Nee. Ja, Bob die holde me op, hè? Van de rotonde, you know, bij ons in deur. Ah ja, Bob. Ja, Bob. Bob die altijd om 11:30 binnen gezellig om denkt van de kaal kan nou wel uit. Oh.
Hij doet geen goldvis nog zeker, hè? Ik ga steeds net zo maar op. Bob. Even naar Bospas, maar per turbo, ja. Gaan we doen. Heb je los een zaaimachine al voor achter de spitmachine? Dan wil hij op helpen. Nee, hij wil niet op helpen. Nee? Heb ik al geprobeerd achter de spitmachine. Ja, dat klopt, Peters. Zie je nog steeds 281 kijkers? Mensen, goed bezig. 22 dagen heb ik zelf in de beeld. Oh. Ja, klopt. Peters. Worden even zien zometeen bij de spuitwerk. Welk merk had je? Dat komt nog. Moet dat dan hier bij dit steeksleuteltje daar? Ja, denk ik. Ja, nieuwe lak. €21.000. Ja? I don't want shit, man. Ik doe alleen een machine. Wat deed ik? Oh, farm en baard sturen en kikker hier. Hè. Oh! Kijk. Ik denk redder. Ik denk dat is in-game. Farming bar goed bezig, joh. Super. Leuk, man. In het gouden verf, ja, hey. Nou. Zoiets. Ja, maar ze schuren hem helemaal kool. Even stroom. Ik ben wel benieuwd naar zo'n grote spitmachine. Ja, ik heb hem in mijn eigen safe game, de zaterdagavond streampie, zeg maar. Doorbruk ik spitmachines. Oké. Ja. Oké. Die prijzen van repareren slaan nergens. Nee, dat klopt. Die moteurs zijn meer knap buurland. Ja. Die komen ook even met de Lambo smurken ze maar aan, hè? Ja. Goeiedag, we komen even hier de machine over spuiten. Hey, trouwens. Dat mechanisatiebedrijf, hè, was toen waakt. Ja. Was dat eerst een ander mechanisatiebedrijf? Of zat door vroeger een autohandel en een mechanisatiebedrijf ook? Bos. Nee. Ja, Bosker. Zeker. Nee. Toe. Ik was vandaag heen op Radio Noord. Maar dat zo'n uurtje. Ja. Dat jaak half uur. Ja. Die vroeg om stickers, maar die hadden Ole David Brown kocht. Of die hadden Ole David Brown en ook knap. Oh. En er zat een David Brown dealer vroeger door waarschijnlijk. Dat kan. Vol. Welke fabriek zal soja nodig hebben? Niet eens, zeker? White. Wist u wie ons nou volgt, hè? Nee. Het Koninkrijk der Nederlanden. Als dit dan maar hare majesteit is en niet zijn. En Amalia is ook bijna 1000 weken, hè? Ja, daarop. Mark, ja. Ja, Mark. Hompa. Jas 525. Dankjewel. Koninkrijk der Nederlanden, ja, praten. Hier, van toen, welkom Alexia. Ja. Ja. Oh, die heeft geen corona gehad, maar die zien smaken wel goed. Zo weer terug, even de aqua klinken vervangen. Van die koffie zelfs. Dat moet 5 minuten weken, Petter, hè? Is dat wel eens door? Oh, heb je net zo'n... Oh, ja. Kom je zetten, dat doe ik ook. Een vlug een wisselswien om. Ja? Ja, daar waren ze in de muren. Ploep. Net wat voor tien is, leeftijd is man getal. Ja, zo. Zo, hè. Oh. Dan komt het ook bij Memlex en... MVP!
Nee, ik zal nog een stapje verder gaan. Doe ik niet. En de manai. Ik neem de laptop wel mee, ja. Ze hebben zo'n mooi soundje, die trekkers. En verdorie, waarom hebben we dat niet hard genoeg, hè? Dat vind ik wel zo jammer. Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Die 280, die heeft ook wel een hele mooie sound. Ja, maar niet even hard. Nee. Die mooie animatie met die kulis, hè, Daan. En dat ben ik helemaal met je eens. Dat gaat hartstikke mooi. Ziet er hartstikke leuk uit. Ik dacht dat toen de spetter op ging komen. Maar... Nee, ja, dit is handbal, dus... Yield, jongens. Bergen al. Oh. Eindelijk hadden we wat verdiend. 32.000 doe. Zakt die vertellen je. Ik bedoel maar even te zeggen van... Koetje Moen volgt ons. Hoe dan? Dat kan niet. Dat is al gebeurd. Nee. Het is niet gewoon alles behalve trekkershout naar 10% en dan schuif verder op. Nee, dat wil niet. Nee. Bassie, goed bezig. Oh, Bassie. Ga je daar heen? CW Trekkerspotter, nieuwe volger. Kijk. 5000 kopjes lees ik net in de gebruiksaanwijzing. Oh, we gaan de les doorskrobben, Per. Ja, hoe het erop komt, zeg maar. Maar, 4000 kopjes, hoeveel liter is daar? Gas! Dus. Identiek apparaat of zo. Nou, dat was wel leuk. Michael Pijnenburg doet gas voor 100 bits. Oh, koetje moem. Oké, dat was het probleem. Nou, ik zag het in mijn rechterbovenhoek wel... Humpa. Goed bezig, Ronald, dankjewel. Ik ben nog steeds abonnee. Gelukkig, koetje moe. Hoi, Kiel. Aschas. Humpa. Heren, struggers, mods en chat, ik ga mijn mandje opzoeken morgen om 4 uur weer de wekker. Ik zeg de rust. Hoi, Kiel. En bedankt, jongen. Boeren. André Menners die zegt... Gaas, Max. Oh ja, je kan natuurlijk als je Mad Max even wil groeten... doe je eerst Mad. En dan Max. Ja! D.B.A. Robin. Dat zie ik dan naar boven. Exclusief weer. Ja, een hype train. Oh. Is dat nou een werker of doe nee, dit doe, zelf? Nee, dit doe ik zelf. Oh. Vind het eigenlijk wel mooi hoe het er... Het is wel voldoening, dit werk. Want het is allemaal net combined en dit en daar. Overal is stro. Maar als ik hier met West ben, dan is het ook echt weg. Zeg maar. Ja. Hij kon die herren niet eens zien, hè? Maar Humpa. Bussafilogo, Eemhuis, Max. Koos Jotten. Ja. Dat had hij nooit zien met zijn Google Earth. Nee. We hebben allemaal even met Ko. Hier staat Koos Jotten. Doe eens die trekker kocht. Ja. Oké. Mooi, hè?
dit is een keeper, dat kan je maar doen. En toen neem zwaaien, Robin. Kijk, ja, zo is. Mark was dan ook weer vroeg met een betonmixer op paard van toen. Goeiedag, Huib. Even op Thailand hebben verhaden. Nou, ik denk het. Niet te veel, hè, want straks zakken je hem. Ja. Niet te zwaar, Mark. Nee. Mooi, Speedy. Hey. Betonnen voetjes maken, ik heb nou een kandidaat zijn, jee jee. Ken een ei. Ken een ei. Zo, maar ik heb genoeg hard alleen de stevels vol hem. Hompa, hompa. Goedje. Niks van dat IMF dat kan trekken. Tranen van geluk, tranen van geluk. Dat kan je wel doen, koetje. Kijk toch. Ik zet er werk aan. Zien we wel. Hoppakee. Ik ben tijd een schoenbeton, legend. Gert, ben je toch nog bij de overbuur? Net met codeprofiel, zegt Duits. Nee. Voor mij niet. Ik nooit. Is dat ploeg een matje? Nee jongens, het is allemaal in-game. We gebruiken eigenlijk praktisch alles in-game, jongens. Peter is die vraag hoe met de offerte de prijs nou weer stabiel ben. Ja, die ben stabiel hoog. Stabiel hoog, ja. Stabiel hoog. Maar varieert het nog wel een beetje dan, of niet? Ja, hier en door zakt het wel weer wat. Oké. Nou, NL, nou het NL. Ik zat er eigenlijk net aan te denken. Met het CNK. Ja. Ik zit hier met mijn droog strandje. We kunnen wat aan doen, hè? Ja. Zal ik er even aan doen? Is het aantal werknemers ook beperkt, net zoals een FS19? Volgens mij is het gewoon zo, wij zitten hier op de server. En dan hebben wij hebben een 8 slot server. Dus tot max 8 werkers. Zo werkt het volgens mij. Zoveel slots, zoveel werkers. En ik denk hoe je met singleplay, hoeveel werkers, dat weet ik ook niet. Zit er nog een limiet aan op singleplay? Dat weet ik niet. Ik heb nog nooit meer dan 8 aan de gang uit tegelijk. Oké. Zat Jappie? Ja. Oh, hoi. We hebben de trein mist. Laat maar gaan. We hebben allemaal een auto en een fiets. Niks van dat. Moet weer aan de slag. Tot de volgende keer. Hey, Diesel Power. Helemaal goed, ja. En Karl Mani die callen door. Oh, lekker. Hij mag erover leunen. Voetjes in mijn bankje. Oh. Mooie poster naast de kerstboom. Ja, netjes, hè? Poep. Poep. Poep, poep. Mooi, hé, met een legend moet er ook weer vandoor. Daan, is goed, ja. Dat is wel een keer goed voor het ongedierte. Min 28. Goeiedag. Oh, man. Flowrider, welkom hier zo. Hartstikke goed. Jok, Jesse en Danny. Oké. Gezellig. Nou, min 28, Jappie. Ik heb toen een keer
Dat was een tijdje terug. Toen werkte ik al bij mijn huidige werkgever. Maar toen hadden wij min 15 en lager. Toen had ik echt voor het eerst in mijn monteurscarrière beleefd dat er vlakken in de diesel zaten. Dat ik er echt mee bezig moest om die vlakken weer op te lossen. In de filters verstopt en ja, dat had ik nog niet eerder beleefd. Oeh, voorzichtig. Bats, zo. Zolang dat nog niet leed. Zolang het toch niet leed. Toch al wel weer. Zo'n beetje wel 10 jaar terug of zo. Jawel. En dat is heel apart, want ik had een bepaalde type trekker. Die had er heel erg last van. Of dat die andere filters had. Of weet ik voor waar. Maar die sokken van die in die filters zitten. Dat schoonmaakgedeelte. Dat ging helemaal vol zitten. Met vlak. Dat is best nog wel even een tijdje terug alweer, hè? Vanom lekker stampen aan Divi met een Hema rookwashaard. Ik ben geen fan van aan Divi. Nee, Peters. Wij hebben vanom de. Een Spinozzi. Met een gekookt eitje. En een gehaktbaltje en een slaving. En bij haar. Ja. Wat hoor ik? Gehaktbal en slaving? Dat hadden wij. Wij hadden eerabels met. Spinozzi, gekookt eitje en slaving en gehaktbal. Oh, de rommels. Niks meer. Nee. Nou, klaar. Duurde zelfs wat langer, 5 minuten. Oh ja. Au. Oeh, en rookspekkie de deur. Oeh, ja, dat klinkt wel weer lekker. Ik heb even een half kratje eier, 06. Ik wil toch die bagger even dat zien doen. Oké. Oh, mooi uur. Daar ben ik in de buurt van de winkel. Ja. Daar staan even mineralen, maar... Oh, ja, dat is goed. Kan ik een muts winnen? Flowrider? Jazeker. Uitroepteken giveaway. Ja. Nee, uitroepteken muts. Nee, doe maar even uitroepteken giveaway. Oh. Doe maar even. Uitroepteken giveaway. Giveaway. Dat is geen grap. Doe maar. Bliep bliep, te zien niet alle weken weggevers bouwen op, zegt Remus Bart. Nee, zo is. Maarten. Yes, eindelijk. Hij doet het. Hè? Bliep bliep, te zien niet alle weken weggevers bouwen. Oh, schitterend. Och, wat een brood! Boah. Kilm! Oh. Ik ben nog even weer vertrokken, hè? Ik ga de pannenkoek nog in de koelkast, maar... Dat ruikt niet heel fris. Ik zal het helemaal brummen. Als je Flowrider, als jij wilt chillen bij je matties, voor 12,5 inclusief verzendkosten ligt dat bij jou in de bus, jongen. Ik zweer het. Dus dat is ook eigenlijk helemaal geen rol geld, eerlijk weet. Nee. Ja! Dankjewel. Voor je... Oh nee. Niveau 1, Jord VV. Dankjewel voor je... abonnee. Super. Waar moest ik hier op on, jongens? Ik ben helemaal kwijt. Oh, minder on, zeker. Ik ben het allemaal kwijt.
Even kijken. Hoor. Big Bugs. Vaste messzaden, tarwe, hovers, varkensvouwers. Oh, dat is niet in Big Bags. Wie moet gaan? Mineralen kan ik niet kopen in Big Bags. Nee, die ben alleen in Palace. Nog steeds. Dat was voor een keer ook zo. Dat weet ik, maar ik dacht misschien met de update kloor was. Mineralen voer? Ja. Niet de man, hoor. Nee, snap die. Pellets, moet je via de silo doen? Dat kan ook, Parsen, weet ik. Kan ook, kan ook, kan ook. Ah, we doen zo, hè. Ik moet uren draaien met een maan in toe. Vind ik leuk werk. Zo, hè. Hé. Jiri. Hé. First person. Aardvruchten moeten... Zwinnen, hè? Wat piep en aardvruchten? Suikerbieten en eerappels, denk ik. En die hebben ook nog geen stro. Niet aardbeien geven, hè? Nee, nee, ik geef die zwinnen geen boeren. Zwinnen geen aardbeien geven, maar ik bedoel, dat is wel zonde, weet ik. Ja. Die vreten alles en dan zonden onze eerbeien zeker af. Ja, die dure eerbeien. Hallo. Ik heb mijn shifter ook aan de pro gekregen. Moest er eerst een adapter komen. Oh ja? Oké. Okay. Per een 600 liter koffie aan die twee man. Nou, dat keer zo wel gobbeld. Nou, het pakt hem soms niet lekker. Hey, Jay Vogels. De groet, jongen. Goed bezig, Jay. Tot de volgende. Nog veel werkplezier. Ga er weer vandoor, zegt Jay. Ja. Zo'n dikke proort van die gebruiksvermies. Misschien wel. Ja, dat wel dikke pro. Humpa, humpa. Ronald. Humpa, humpa. Humpa. Dankjewel, Ronald. Humpa, humpa. Ik ach erheen. Tot later. Goed naar. Is helemaal goed, ja. Bedankt nog voor het raiden. Ja. Dikke hype. Ah, nou valt hij. Arjo van... En mooi zo doorgaan. Arjo van der Werfhorst doet een sub van niveau 1. Dankjewel. Dankjewel, joh. Dikke hype. Dat is zelden een lidmaatschap op YouTube, hè? En moest eens kijken hoe volgens dat hier gebeurt. Dat is bizar. Hè? Ja. Ja. Apart. Pedder zegt, vuile willen, ga ervoor. Zie. Canelo ook de rust, jongen. Of, oh. Ja. Tom Callo, die zei het slot wel, dus kan Elms. Zweetkees zegt, ik kan hier uren naar kijken, maar het is erg rustgevend, Demus. Dankjewel. Zie. Zo ben wij ook, hè. Wij strolen het ook uit, hè. Had maar rustgevend en niet vermoeiend. Nee, precies. Wat wil je nou liever? Gewoon lekker op de bank hangen, niet te veel... Moeilijke pro allemaal en een heiterkill en dit en dat. Gewoon gezellig. En stel je voor dat je wat zeggen kunt, dan gooi je het maar in de chat. Dan wordt er maar gereageerd. Hoe leuk is dat? Dat kun je met een RTL4-programma bij Jinek, kun je wel wat in de chat zeggen, maar ze zeggen niks terug, hè? Kan niet. Nee.
En bij Amorant ook niet. Dus blijf gewoon maar mooi hier. Kist u Amorant wel? Nee. Dat is 96, 90 op Twitch. Oh. Ja. Dus. sluit me daarbij aan. Alleen die hoempa. Die niet doen? Hoempa, hoempa. Humpa humpa één huus max max één huis max max één huis max max één huis max max. Geweldig, geweldig. Geweldig, geweldig. Dankjewel Ronald. Ik heb melksiloos van Tom Callow. Jazeker, Tom Callow. Ja, maar hij had het over Amorant, denk ik. Ja, dat is al. Je hebt streamers die schreeuwen en doen met dit spel. Ja, dat kan ook. Maar. Ja, wij doen gewoon, hoop ik. Gewoon. Gewoon. Gewoon en gezellig en proberen om een beetje farming te showen. En de gezelligheid moet er afstralen en de enthousiasme, vind ik. En dat strolden we met alle vier uren, vind ik. Ja. Zo, ik zeg, ik heb gewoon keihard. Precies. Jongens, ik kan dit 24 uur per dag, 7 dagen in de week doen. Maar ja, ik heb ook waak tussen de deur. Het kost gewoon heel veel hobbytijd. Maar buiten daar, jongen, ik kan eindeloos dit doen. Ik vind het zo leuk. Ik ook. Ja, echt hoor. Ja. Eindeloos. Altijd wel weer wat te bedenken. Ja, ik vind het een geweldig spel. Ja. Ja, is het wel een spel of is het gewoon onze second life? Is het een way of life? Nou, bijna, ja. Bijna wel, hè? Ja, bijna wel. Echt hoor, het is eindeloos dit. Verder gaat er ook weer van deur. Tot de volgende, jongen. En die is er ook gewoon elke keer bij. Verder, jongen. Ja. Dikke hype naar jou. Dankjewel. En tot de volgende keer, jongen. Die mist ook niet een keer. Dat wordt ook zeer gewaardeerd, zweet Kees. Nou. Kijk. Bert zei ook, we zitten hier veel rust. Ja, de rust, gezelligheid en als je wat te zeggen bent. Niet zo hard, jong. We zitten hier veel rust, zei hij. Nee, maar ik bedoel, zo is het wel. Ah, jongen, ja. Dat is ook wel de toekomst een beetje van. En de jeugd die ziet een televisie niet meer als een televisie. Die ziet het als een scherm waar iets op wat kan worden geprojecteerd. En dat is niet zozeer televisie, maar YouTube of wat dan ook, wat ze zelf willen zien. En ja. Dat is echt de toekomst, jongens, hè? Ja. Die jongens van mij, die kijken helemaal geen televisie. Die kijken helemaal niet nooit. Nee, ik ook niet, hè? Ja, Formule 1, verder niet. Nou, precies. Het is 100% als de jongens televisie kijken, dat heb ik trouwens ook met televisie, Netflix of andere apps, of Prime, of weet ik veel, maar niet Nederland 1, 2, 3, RTL 4 en dit en dat. Nee. Ja, de Flodder serie, dat natuurlijk wel, maar verder. Ja, en die A-team. Ja, die A-team ook natuurlijk. Oh, oh. En een Storage Wars. Vind ik die weet ik niet. Ja, dat verder. Inderdaad, ja. Pat zei ook alleen naar weinig dat het volgende week voor de laatste keer. Ja, ja ook nog. Ik had anders. Ik heb. Met Formule 1. Maar ik heb er ook wel jaar bij. Want ik vind. 4 mei, dan heb ik hem ook altijd de maand. Ja, om 8 uur heen. Om 8 uur heen. Dus 2 minuten per jaar, zeg maar. Ik heb een jaar gehad, heb ik hem alleen op 4 mei aan. Ja, hè? Ja. Ja. Als je het nieuws wil zien, ben er wel apps voor. Als je entertainment wil zien, dan kun je toch op hele andere manieren wel vermaken. Ja, ik weet niet. Ja, maar nieuws ook. Dan kun je het nieuws ook zoeken wat je zien wilst. Ja, ja. Of huren wilst. Ik heb ook wel een tijd gehad, dat ik de wereld rijd door heel erg mooi vond. In sommige stukken en dit en dat. Ja, vond ik prachtig. Maar op duur, ja, dat watert weg en op duur ook niet meer, nee. Nee. Wim je Hunter. Is ook voor mij. Oh ja, Wim je Hunter. Ja, dat is van de ring, voor mij.
niet? Ik ga even door, zeg ik. Wat is het doen? Dat is van de ring, voor mij. Ja? Ja, Wimmy. De ring die jij draagt aan jouw hand. Heb ik ooit gedragen. Dat is Wimmy. Oké. Okay. Maar hij gaat liever bang. Oh, en dat is met zelden met die Hart van Nederland, joh. Oh, dat is gewoon hekel aan. Het is altijd over de kanarie van Jan Smit en dat boeit me helemaal niks. Shownieuws. Dat ook. Maar ook het hart van, ja, maar Hart van Nederland ook. Er stond, ah, er dat is in, toch geen nieuws, jongens. Dat is, kom zit, op, zeg. Nee, er zitten items in. Wat heb je eraan? Niks. Ah. Dat is helemaal niks. Nee. Nou ja. Met Otmoen. Ja. En dan komt Piet Paulus maar na shownieuws. Wat je enigszins nog een keer even horen wil. Ja, ja, moet je eerst ja. Die freaking shownieuws helemaal leuk kijken. Door hem doen ze dat, anders kijkt er geen mensen door de shownieuws. Nee, dat klopt. Shownieuws. Ja, nou, dat zegt Harm ook. Ik kijk alleen maar apps, YouTube, Prime, Netflix. Zo is het. Nou, voor mij is de chat redelijk met ons eens, heb ik het idee. Jappie Turbo. De hond van Jappie Turbo zit in de schilderij. En hij poest zin aan de drank. Dit was Jonis. Ja. Goedenom, ontmoen. Zo is het ook, hè? Ja. Het pakket van Jens Midden van de Stokduivel. Nou, moeten we allemaal horen. Wat een onzin. Ja. Echt zo'n onzin. En dan moeten we horen welke vervedering en bestek en alles stolten is bij Jens Midden. Ja, en zelfs... er was een TikTok van, belachelijk. Er was shownieuws dat D&D had na lange tijd haar profielfoto gewijzigd op Instagram. Wow. De meeste is. Ja. Nou! Oh, nou ja, goed, dan heb je het wel over nieuws. Nou. Is dat bij de wilde zwin normaal, maar nee. Hol op dan. Moet je dat ook in de kaps komen? Nee, vind ik helemaal niks. Nee, ik ook niet. Tim Bernhard die zei: Piet is altijd lam. Ja, nou, Piet mocht ik nog wel een keer horen en zien. Ik, ja. Dat ja? Dat had ik nog weer wel, natuurlijk wel. Ja, het zit altijd goed. Dat scheelt. Die vertelde alles weer in één nijsbericht. Je kan alles krijgen. Ja, je kan snijden, maar het kan ook 24 graden worden. Het kan regenen, maar het kan ook droom blijven. Wat man. Job Caninus was de beste weerman altijd. Gooi daar. Wie ben je, Delstreek? Er komt even een stoevertje en verder wordt alles hier, jongens. Hoor. Tot maar. Nou ja. Nou. Ik geef mij. Sinds Pelleboer dood is weer in de maat. Ja. Zo is het wel. Het enige wat we nog horen van Pelleboer. De grondwater staan. Nee, maar. Die Steyr had er echt zwoer met deze tank, hè? Ja. Oh, Jappie Turbo. Japke heeft zelfs wel dronken gepresenteerd. Oh, dat geloof ik direct, maar die krijg ik overal klokjes. Ja. Ik was zelf niet zo fan van Japke, want hij woont in Oscar en ik heb ook in Oscar gewaakt. En dan kwam er wel eens bij ons in de waakplos. En dan proelde zo alsof het de grenninger van het tijdperk is. En hij mag alles en ken alles. Maar, oh, en dan was er zo. En er was er in Durban zo'n peren toestand. En hij hulde verholen. Op een duur zei de wedstrijdleiding samen eens een keer mee aan de gang. Want de peren mag ongeduldig. Nee, joh. Ja. Nee, wisten we hier een mooie weervrouw van hier op het heen? Matske. Oh. Matske Paulusma. Oh. Toch, wat is... Van Paulusma. Piet. Dochter van Piet. Van Paulusma.
Oh ja? Ja, leuft wel. Dat is toch Matsje? Ja. Oh, dat kan. Oh, oh. Als die het weer vertelde, misschien dat hij dus, hè. Of Harm en nou. Boer. Ik sta van, ik sta vandaag ook weer de nieuwe... Met een pittere potster met Formule 1, maar... Oh. Niks mis? Ja, ik kan ook wel wat in de pits omlopen, maar de poezen mag niet meer, maar... Oh. Oké. Okay. Dus ze kreeg wel aandacht van de riders. Die kreeg wel aandacht van de riders. Van de riders. Nee, het gaat er niet om het weer, maar... Dus... Dat is hetzelfde als met een tandartsassistent. Als zij dan zal helpen, dan... Nou, dan hende dat niks. Het is altijd lente, hè? Ja. Ik ga even zo zitten, jongens. Ik zie de aansluiting niet goed. Ben je al zo op elkaar, hè? Ja? Ik zie mezelf. Ja. Oh, moet niet meer slingen, vriend. Nou. Doe toch best netjes? Ja. Fuck. Ja, vrouw Cox. Ja. Ja. Dat klopt. Die zit laat eronder, denk je, met het tankie? Niet met het ene tankie, nee. Nee, maar met wat er nog is? Dat denk ik hartstikke niet. Oh, zou ik deze hier dan maar wel ergens heen pakken? Nou, door hem. Ja. En wat moet hier weer inside worden? Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het. Moeten wij nog wat aardappels hebben voor... bepaalde salaatjeboeren of zo. Maar dan moet een pauper hebben, denk ik. Ja, maar ik wil die eerappels aan de loop zien, denk ik. Maar die hebben we nog niet door. We hebben wel binnen eruit, maar geen eerappels nog. Nee, maar we kunnen nog geen eerappels pauper nou, maar wel. Waarom dan niet? Omdat we geen paupermachine hebben. Nou, maar dan gaan we dat even regelen, jongen. Ga jij dat regelen? Dan ga ik hem ophalen. Ik regel dat, joh. Maar dan moeten we ook eerappels hebben. Ja. Oei, 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 oei. 4%, ik heb bijna het tank leeg. Maar het is ook al 10 uur west, jongens. We kennen ook de volgende keer de eerabbeltje. Ja. Ach, het is al 10 uur west. Ja, jong. Hallo. Oh. Haberts, hey. Goeiedag. Goeiedag. De rijders willen wel praten via de kok met mevrouw Kok. Ja. Doe die dan. Sta maar toe, jongens, hoor. Ik vind het niet zo mooi, niet zo'n probleem. Hoempa, hoempa. De rijders willen wel praten via de kok met mevrouw Kokkes. Ja. Ik wel wat mijn, maar ik is geen herabbers combineren de turbo, nee. Zo is het, hè. Jongens, wij maken er even keurig even een... Oh, ik moet zelf kijken. Ik ging alweer met een muus en weer. Oh. Gaas biertijd. Ja. Dank u. Wel 500 bits, hè, Ronald. Superman. Ik moet er weer vandoor gaan tot de volgende EDL-farming. Wij gaan ook er een eindje aan borduren. Ja. Wat een timing, hè? Wat een timing. Oh, nee, toch niet. Oh, nee, toch niet, timing. Ja, jongens.
wij gewoon er echt mee stoppen. Van de week nog maar weer eens een keer? Misschien wel, ja. Ja, als mij, ja. Betreft, mij betreft wel. Ja. Nou, ik denk het wel. Ik hoop dat ik dat donderdag red. Want ik wil morgenavond... Ik heb namelijk al 2 Twitch-streams die ik nog wil uploaden. Die zal misschien wel dicht bij me komen op YouTube, maar dat geeft niks. Het gaat mij meer om het bewaren. Dan hebben we dat maar weer gehad. Ja. Of dan hebben we dat maar weer gehad, maar dat wil ik graag op YouTube bewaren. Friske cowboy had ook geen, ook geen corona gehad. Hij had wel smoke, wil zeggen. Nee, ik zit er zelf ook aan. Het is eigenlijk best wel redelijk echt, hè? Ja. Ik vind die torso... Man, er ligt wel een zwemmer met die borstkaas, jongen. Ik zwem ook elke zondag, ja. Oh ja. Dit is eigenlijk niet een eindresultaat. Ja, Doe bist bezig om dit te holen, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik moet heel eerlijk zijn. Dit is een polo, heb ik nog niet wassen, denk ik. Nee. Want er gaat iets fout met mijn wasprogramma's, maar alles krimpt. Zo is het. Bloeskes van het werk, mooi, code, logo, bekraag. Nou, mijn collega en ik, beide bloemen. We zijn mijn moeder niet hebben voor de beurt, want ze ben krom. Ja, vreemde dat, hè? Ja. Ja, was een prachtige stream. Tot de volgende woensdag live. Oppers, nee, donderdagavond, denk ik. Ik wil morgen overmorgen even kalm aan. Moek is ook thuis. En okay. Dan wil ik even wat editen en wat uploaden en dit en dat. En dan gewoon donderdag weer even live, denk ik. Nah. Of... Ja, of misschien woensdag. Nou, we overleggen het even met de maatschappij. En anders zien we... Hou de sociale wegen in de gaten, dames en heren. Zo is. Maar ook deze stream wordt vereeuwigd. Hé, nou is het opnemen weer uitgegaan. Nee. Dat is gek. Meest niet. Ik heb denk ik een of andere... sneltoets. Oh. Ja. Waar? Ik heb een sneltoets op opnemen staan. Elke keer als ik mijn headtrack op pauze zet... Nee! ...gaat die opname aan en uit. Hoeveel opnames hebben we in de vrede? Nou, dat hoeft ook niet te editen. Ik zie het nou pas. Ja, de linkerbomentoets zeker, of niet? Ja, mijn G2-toets van de pauze van de tracker. Ja. Oh. Och, ja. We stoppen er met Geer. Sorry. Maar Tom Stadler, ja. Ik ben er dan donderdag weer bij. Gaan we vanuit. Ja. Dus, dat mag. Met liefde, met liefde. Ja, sorry, bro. Nee, ik zie het nou gebeuren. Maar ik heb control. Hè? Ben er snel toe van Hessie van Hompa Hompa. Ja, zo is het wel. Die het grote niet eert, is het kleine shirtje niet weert. Zo is. Ja. Leuk, hè? Snel toe. Ja, ik heb die inderdaad. Maar dat hoeft helemaal niet, want ik heb die opnameknobbel op de streamdeck. Waarom moet ik die sneltoets drukken? Ik zal dat straks gelijk uitzetten. Wat een flauwekul. Hoeveel opnames heb ik wel niet op tijd? Ja, maar... Oh, dat mag ik wel bekijken straks. Pat had dat niet, denk ik. Of had hij ook die sneltoetsen? Nou, weet ik niet. Nou ja, maar doe hij de tracker de instelling, zag men of meer... Ja, nee. Die sneltoetsen heb ik zelf aangemaakt. Oh, okay. Ik had control... is en control min is een soort van pauze. Maar, nou ja, komen we ook wel weer uit. Mensen, ik begon heel onder eerst vandoor maar op. Ja. We doen hem heel kort de eindscherm en dan is het eerst voor vandaag goed. Mensen, iedereen hartstikke bedankt. 06 hartstikke bedankt. Ja, ik slaap maar op. Helemaal goed en tot de volgende keer iedereen. Tot de volgende. Mooi. Mooi.